En na 11 uur onderweg te zijn vanuit Dubai zijn we eindelijk aangekomen. Misschien wel langer. 11 uur toch? Ja, 12, oké, okay, maar niet uit. Echt lange ja, we hebben gewoon de hele dag niet geslapen. Maar we zijn aangekomen in... Nieuw continent. Drumrolls. It's Africa. Yay, we beginnen in Zuid-Afrika. Yes. We zijn in Johannesburg nu. En ja, net op de airport lopen we naar buiten op zoek naar ons hotel. We zijn dus aangekomen in onze Airbnb-plek hier in Johannesburg, Joburg. En we zijn een beetje geschrokken, want de Airbnb-host die begon al een verhaal vertellen over hoe vaak heel veel plekken is. Hij is echt niet over rond kunnen lopen. We hadden, dachten van ja, misschien een bepaald deel maar echt voor 90% van de stad moet je echt niet rondlopen. Het deel waar we nu in zitten, dat is een deel die ze helemaal vroeger een slum was. Maar nu veranderd hebben in een soort van artsy place. Ze hebben allemaal van die designwinkels. Cafeetjes, een hipsterachtige plekje hier. Dus hier is het wel nog oké, dat ik hier ga filmen met mijn mobiel, maar later niet meer. We zijn hier bij een Ethiopisch restaurant. Trouwens, hier hebben we een film gefilmd naast ons. We gaan hier Ethiopisch eten proberen. Dit is hoe het eruit ziet. Een beetje vergelijken met een Indiaanse thali. Dat is allemaal kleine mini gerechtjes krijgt. Op soort van Ethiopisch flatbread. Je eet met je handen, je hebt geen best een vork hier. En kijken hoe het gaat proeven. We hebben net de auto opgehaald bij Avis. En we hebben hem tot Durban, want daar leven we hem dan weer in. Dat is dus ongeveer anderhalf week. Ja. Gaan we toeren naar Kruger Park en dan vanaf daar naar Swaziland. Vanaf Swaziland rijden we dan door naar Durban. Kijkers. En we hebben net geïnformeerd van hoe het zit met veiligheid in Johannesburg. Iedereen maakt ons enorm bang. Ja. Van, hij vroeg het langs van ja, moet je opletten hier in deze straten? Ja. If you leave windows open, they just break in like yeah, this and take we it. Moeten echt zorgen dat er geen valuables in zicht yeah. zijn en altijd deuren op slot, ramen omhoog. Want dus je kunt gewoon overdag, daglicht, zo inbreken en je overvallen. Dus het is geen grap hier in Johannesburg, het is echt heel serieus. En ik hoop dat het daar buiten wel mee valt en echt alleen de stad zo is. Anders wel heel veel stress de hele tijd. Maar we hebben maar één dag de auto. Nu gaan we het ding doen naar de apartheid museum. En dan de auto inleveren. Ja. Beveiligd en morgen weg hier. Ik heb echt geen zin in. Nee, we hebben echt afgelopen dagen ook helemaal niks gedaan. We waren allebei ziek. Dus dat komt goed uit. We zaten voornamelijk binnen. Maar het is ook heel apart. Als je op straat ziet, het ziet er echt heel ontwikkeld uit. Ik kan zelfs een beetje filmen stiekem. Natuurlijk te overzichtelijk. Ja. Maar het ziet er gewoon echt heel ontwikkeld uit. Het is gewoon een stad in Australië of zo eigenlijk dan misschien. Ja, maar daarnaast zie je dan mooi. Wel weer plekken en straten waar je mensen op straat ziet slapen. Klopt. Dus dat heb je ook wel weer. Het en dat zijn vooral die mensen dus die dan je overvallen. Die zijn vaak drugsverslaafd en die hebben gewoon niks en die doen alles voor geld. Dus daar moet je voor oppassen. Yes. Maar we gaan nu zo meteen weg. En ik probeer binnenkort of tussendoor een beetje hierna te filmen voor jullie om ook wat van Johannesburg te laten zien. We zijn aangekomen in het apartheid museum. Marzanne, ik heb alweer een aparte ticket gekregen. Ik heb een non-white ticket gekregen, net een white ticket gekregen. Ze hiermee eigenlijk illustreren hoe het destijds alles segregeerd was tussen blank en niet blank. En de entry is ook wel best spectaculair met alle identiteitskaarten van mensen. Waarop staat of zij blank of niet blank zijn. We hebben bijna 3-4 uur volgens mij door het apartheid museum gelopen. We zijn hier bij het einde, waar je dus richt op hoe het einde van apartheid geweest is. Maar het was zeker een eye-opener tegelijkertijd. Ik moet zeggen, gewoon touching, wat voor dingen gebeurden. En ja, het was moeite waard zeker om hier voorheen te gaan. En, meer op te lezen, het deel van geschiedenis over de wereld. We zijn onderweg naar Nelspruit, dat is waar we gaan slapen als we naar Kruger gaan daarna. Maar daar zullen we waarschijnlijk maar één nacht blijven, omdat we op zoek moeten gaan welke tour we willen gaan doen en zo. En waarschijnlijk vertrekken we dan morgen of de dag erop voor een safari. Het weer zit niet echt mee, moet ik zeggen. De hele donkere wolken, hier de hele dag lopen regen ook, gisteren ook al. Maar ik ben blij dat de rest in Johannesburg, want het was echt geen fijne plek om te zitten. Dat tekentje van onze auto is gejat. Ja, dus, Toyota tekentje. Ja, dat is heel irritant. Ik kom niet te daar veel voor moeten betalen straks. Maar ik ben benieuwd hoe het gaat zijn straks in Nelspruit. We gaan naar safari! Yay! We hebben een dag uitgerust in Nelspruit. Het voelt nog steeds niet helemaal beter, maar het gaat nu alweer. En het weer ziet er goed uit.
regenacht, dus het komt goed uit. Maar vandaag is het allemaal veel beter. De komende dagen ook lekker zonnig. Dus, ik heb er zin in. We hebben zojuist een extra lens gehad, waardoor we goed kunnen inzoomen als we dichtbij dieren komen en zo. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Frank was me net aan het vertellen over wat je moet doen als je encounters hebt met bepaalde dieren en zo. En ja, altijd een beetje eng als je eraan denkt, maar ja. Het gaat niet gebeuren. Ja, je zit toch in de auto, dus. In de auto, maar een olifant, die kan nog een auto aanvallen. Vooral we hebben zo'n superklein autootje, dat mij elk dier kapot kan maken. Dus we moeten met een olifant echt stoppen, blijkbaar. Als je op een afstand ziet, gewoon wachten. Het is zo leuk om te wachten, je kunt gewoon een beetje stalken. En, maar nooit in de buurt komen, nooit. Ja, voor onze allereerste safari, ik heb echt, ja, ik heb echt zin in. By the way, Zuid-Afrika is super mooi, serieus. We rijden hier rond in de auto. Kijk, dat is dus de hele tijd de view. Echt die super veel greenery om je heen, heuveltjes met allemaal dolfjes erop. En een beetje lijkt op Australië. Ja, het is echt zo'n mix van Australië en Zuid-Europa. Ja, Zuid-Europa. Allemaal palm trees ook. Ik snap wel. Zijn we nu al 6 dagen in Afrika of zo? Hoe lang? 5 dagen? Eerste dag in Johannesburg was ook slecht weer, de eerste 2 dagen hier slecht weer. Nu is de eerste dag goed weer eigenlijk. En we kunnen meteen genieten van de omgeving en onze safari starten. Ja. Favoriete nieuwe Afrikaanse nummer, so chill. Ik heb het echt niet helemaal uitgehaald. Vader, wat heb je gehaald? Ik ben helemaal klaar voor de safari. Ik heb mijn standaard checklist. Camera met enorme zoomlens. Ja. Die ik gehuurd heb voor de gelegenheid. Mm-hmm. Het is echt een enorme lens. Binoculars. Daar ben je meest blij mee, of niet? Meest blij mee. Dus ik, als kind was, heb ik het altijd zo leuk gevonden om hiermee mensen te bespieden. En nu ga ik dieren bespieden. Okay, en mijn safari map, te weten waar ik alles kan spotten. En de weg niet kwijtraak hier in de wildernis. Het zijn er 2. Mijn favoriete. Safari dieren en ik zie ze gewoon meteen. Het is zo mooi. Echt, we zijn voor zo'n paar meter verwijderd. En het is echt ongelooflijk. Het is zo mooi. En daar heb je alweer neushoorns. Ongelooflijk. Goh. Dit is zo. Zoveel leuker en unieker dan een dierentuinervaring, just saying. Oké, we zien dus 3 olifanten nu. En een stom auto die voor ons staat. Maar er zijn 3 olifanten. Zo vet gewoon. Oh, het babytje komt eruit. Oké, nou moeten we dus echt niet dichtbij komen. Dit kan gevaarlijk worden. Oh, zo cute. Super lief. We zijn hier aangekomen in ons bungalowtje. En ja, heb je scrollenpark, allemaal van die soort rest park, zoals we het noemen. Waar je campings hebt, maar ook gewoon bungalows dat je kunt huren. Waar we dus eentje hebben gehuurd. Die kunnen heel vroeg al uitverkocht raken. Dus de meeste waren al blijkbaar een jaar van tevoren uitverkocht. We hebben echt met geluk nog een dag van tevoren voor 4 nachten kunnen boeken voor verschillende plekken. En dat is eigenlijk hoe het eruit ziet. Een keukentje hier buiten, waar wel achter alles inbegrepen is, wat fijn om te koken. En onze kamer. Laat ze meteen wel zien. Het grappige is trouwens, als je hier buiten staat, dat alles afgeschermd is met kleine laks vanwege apen. Dus die rennen hier rond en die kun je ook soms aanvallen om eten van je te stelen. Dus ik zie je soms als bescherming voor Marcel. En deze neemt mij niet serieus als bodyguard. En ja, het is wel leuk hier, de sfeer. Gewoon iedereen buiten gewoon vuurtjes te maken, te barbecuen. En sterrenhemel kan niet vastleggen, maar die is gewoon adembenemend. En ja, yeah, I like this kind of life for the next couple days. Dit is hoe de bungalow van binnen uitziet. We hebben een 3 slaapkamer bungalow. En het ziet er eigenlijk best prima uit. Als je denkt dat je in de midden of nowhere bent, tussen de wilde animals. En zo, dus ja, het ziet er best prima uit. Alles ziet er best prima schoon uit. Je betaalt ook best veel, toch wel €100 per nacht ongeveer. Om en nabij, 80-90 euro per nacht.
Maar ja, ik denk de meest luxe manier om eigenlijk op safari te gaan, om gewoon 4 nachten op zo'n plek te slapen en overdag gewoon mooie wildlife te zien. Ja, ziet er prima uit. Ja. We gaan slapen nu, want morgen gaan we om 6 uur 's ochtends alle deur uit. Om de ochtend game mee te maken. Want hier heb je op 2 momenten dat er actie is of dieren rondlopen. Dus vooral tussen de eerste 3 uur van zonsopgang en de laatste 3 uur voor zonsondergang. Dus daarom moeten we morgen heel vroeg op gaan staan. En we gaan nu slapen, dus pas 9 uur 's ochtends. Dat zijn we echt niet gewend. Nee. Dus ik hoop dat we slaap vallen en morgen niet kapot zijn. Ja, wel rusten. Rusten. Goedemorgen, het is 6:30, we zijn opgestaan, snel wat gegeten en we gaan nu weer op een morning drive. Yes, en een monkey heeft mijn jam, die ik 1 minuut op de keuken heb laten liggen, kapot gemaakt, opgegeten. Dus, En daar heb je een resident. Er staat de apen die hier achter je eten aanrennen, overal. Ik ga achteraan rennen. niet doen. En daar moet je dus voor oppassen, want die kunnen heel naast die bijten als ze eten willen hebben en jij werkt niet mee. En daarachter heb je dus allemaal hekken en serieus 10 meter verderop heb je allemaal wilde dieren rondlopen. Ja, s'avonds heb je dan een hyena's die daar aan het hek loopt te schreeuwen. Ja, zeker. Je hebt dus in zo'n rescue echt alles. Je hebt gewoon een plek waar je kunt tanken, een shop waar je kan kleine dingetjes, snacks kan halen en zo. En dus dan de gate waar je doorheen rijdt. Sleutel achterlaten. Bij de receptie denk ik toch? Er zitten hier een heleboel hippo's verstopt in het water en die komen af en toe naar boven. Echt super vet. En daarachter helemaal, helemaal daar zo, zie je enorme krokodillen liggen. Die zie je van deze afstand niet, maar we hebben zo'n verrekijker. En als je er doorheen kijkt, volgens mij echt zijn ze van 2-3 meter. Echt ongelooflijk. Maar zo vet. Ik weet niet of ik zo kan inzoomen. Of je het zo ziet. Misschien zie je ze net liggen. Ja, daarachter zie je dus liggen op het zand. Echt zo sick. We hebben nog steeds geen leeuwen. Waar zitten die? Weet wel dat ze 20 uur per dag slapen. Dus ze zijn echt letterlijk 4 uur wakker en dan gaan dan hunten en zo. En het zou rond deze tijd moeten zijn. Maar niks gezien gewoon. En we rijden al zo lang rond. Dit sucks. We hebben een leeuwin gevonden. Ze zit daar verstopt. En de andere ligt daarachter. Die zie je al helemaal niet. Maar deze wil gewoon niet opstaan. Wat we ook doen. Ja, we doen niks. Maar hij laat alleen even zijn hoofd zien. En dan duikt hij weer weg. Jammer genoeg. Dus ja, bij deze. We zien nog meer. Ja, ik hoop het. We zijn eindelijk in Camp Skukuza. Het was echt stressen gewoon vanmiddag. Wat gebeurde er allemaal vanuit Van Haan? Kan je mij zien? Nee. Je bent in het donker. Ik denk het zou ik gaan vertellen. Maar wat er allemaal gebeurde, even kijken hoor. We waren van plan om via een onverharde weg via vanaf Sabi, Lower Sabi Camp terug te rijden naar Skukuza. Nou, dat zou ongeveer 2 uur moeten duren. Maar toen we af wilden slaan via een andere onverharde weg, bleek dat het gesloten te zijn. Dus moesten we helemaal terugrijden naar Sabi, Lower Sabi. En vanaf daar was het nog 2 uur of zo terugrijden. En waardoor we dus laat aan zouden komen. Er is hier een regel dat je bij elke camp niet later dan 6:30 mag aankomen. Waarom? Omdat je niet in het donker mag rondrijden. Er lopen natuurlijk gevaarlijke dieren rond en je kan ongeluk krijgen. Wederzijds gevaarlijk, rond ja, voor de dieren. Ook voor de dieren natuurlijk, maar ook voor jezelf. Dus was stressen, rondbellen, kregen de verkeerde mensen aan de lijn en niemand die ons kon helpen, dus we moesten maar hopen op het beste. We kwamen aanzetten, de deur was, ja, het poort was toevallig open omdat er een auto uitging. Dus gelukkig konden we gewoon inrijden en die poortwacht keek ons aan van oké, wat moet ik doen, moet ik ze aanhouden, moet ik ze, want je krijgt een boete dus als je later aankomt. Maar gelukkig konden we gewoon door en er gebeurde niks, niemand die het zei. We kregen ons sleutel voor onze overnachting, voor onze bungalow.
En ja, we moeten nu snel gaan eten. Je hebt hier wel gelukkig een restaurant, je hoeft niet zelf te koken. En na het eten hebben we een night tour. En dat duurt dan 2 uur. En dan kan je blijkbaar ja, nachtdieren spotten. Dat kunnen tijgers zijn, leeuwen zijn. Dat zijn geen tijgers hier. Wat? Panthers. Panthers. Ik zeg het steeds verkeerd. Maar, dus ik ben benieuwd. Want vandaag zagen we trouwens aan het eind, zagen we serieus 2 leeuwinnen. Terwijl we heel dag op zoek waren naar leeuwen. En toen hadden we dus haast, konden niet blijven wachten of foto's schieten of weet je, het was echt zo irritant. En net daarvoor ook nog hyena's. Like seriously. Gewoon 3. Het was gewoon al bijna, ja, het was zo irritant. Gewoon op het laatste moment zie je al die vette dieren en moet je gewoon keihard doorrijden omdat je anders te laat aankomt. Dat was zo irritant. Hyena's waren echt bazen. Ja, dat was zo vet. Dus we hopen straks ook met die night tour meer te zien natuurlijk. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik hoop het. Oké, ik kan het niet zien, maar ik heb echt extreem lekkere veggie platter met lumpia's, aardappelen, rosti en ik weet niet wat allemaal. Farijn, die beter ligt. Ik heb, wat heb jij? Ik heb chicken schnitzel met aardappelen en saus en citroen. Nee, helpt niet. Het kwam heel lekker uit. We hebben wat vegetables bijgegeven. Je bent wel te donker, ik kan niks zien. Jij bent te donker. We zijn safari proof. Warme kleren, check. Lights, check. Verrekijkers, check. En snacks, check. Also, sand. The reason why they eat sand is to get minerals and to make their own bones to be strong. 5 to 6 liters of water can be sucked by the adult, but only the adults can suck at one suck, can suck 5 to 6 liters of water. The smaller ones still depend the help of the mother. They have two sets of tusks. You may find the right side of the task is just a little bit short. Dat is ook fijn, hè? Nou, hier heb je ze hyena's waar we nou op zoek waren. En dan zie je ze in de nacht. Zo vet. Iets meer naar links. Wat? En we zien gewoon een leeuw op de weg. Ongelooflijk. Dit is zo vet. Daily pose. Ongelooflijk mooi. Check hem poseren, super stil.